zo, want jij gaat nu weg. Goedemorgen, het is vrijdag en ik loop gewoon met blote benen over straat, want het is dus 20 graden vandaag. Te chill. Ik ben inmiddels in Brooklyn aangekomen, want ik heb met Piet afgesproken en Joey met de kindjes. En dan gaan we gewoon even ergens eten. Hier ergens in de zon op het terras. Zo chill dat gewoon dit het weer is. Ik ben zo blij ermee. Het is gewoon een soort van zomer en ik heb gewoon een kort broekje aan. En eigenlijk is dit al te warm. Ik denk dat ik de hele dag een beetje hier in Brooklyn blijf hangen. Gewoon lekker in de zon chillen en oh, helemaal zo'n heerlijke vrijdag. En dan vanavond ga ik met Steven eten, heb ik ook vet veel zin in. Ja, vrijdagavond. Moet nog even kijken waar, maar sowieso ergens buiten de deur. Wij zitten heerlijk bij Juliette te lunchen. En ik zit gewoon, ik word steeds naakter, want ik heb nu gewoon zelfs een hemdje aan. Zo lekker. Hé Joe? Dan blijft het bij elkaar, het broodje. Oh, ik heb zo gezellig geluncht met Piet en Joey op het terras. Vet lekker broodje trouwens. En daarna zijn we nog een beetje gaan wandelen door Brooklyn. Hebben we nog even in het zonnetje gezeten op een ander terrasje. En nu ga ik weer richting Manhattan. En dan ga ik even me omkleden en zo. En dan klaarmaken voor dinner met Steven. Ik moet alleen nog steeds bekijken waar we gaan eten. Maar goed, daar komen we wel uit. Ik mis Fietje wel. Fiet is natuurlijk gisteren weggegaan. En ja. Oh, skateboard komt langs. En dan is het wel een soort van ongezellig dat Fiet nu weg is. Maar goed, ik overleef het wel. En ik zie haar natuurlijk alweer maandag. Maar ja, het is gewoon ongezellig. Ik ben weer thuis bij Biepje en we gaan even lekker op het dak zitten, want het is nog super lekker weer. Het is gewoon zonde om hier natuurlijk nu binnen te zitten. Biep is nog even lekker aan het opmaken. Kijk hoe mooi haar haar is. Helemaal mooi gefeund, zo mooi. En dit heb ik aan vandaag, de roze vrolijke broek met hakken. De broek is trouwens van H&M, hakken van de Zara. Jasje, Isabel Moran en dit truitje van H&M. We zitten nu op het dak en we hebben wat nieuwe vrienden ontmoet. What is your name? Amit. Amit. Maya. Maya. Lars. Lars. En het is helemaal gezellig hier. Zij zaten hier al op het dak en toen kwamen wij er gezellig bij zitten. En ja, we hebben gewoon even een gezellige chit-chat. Kijk even hoe mooi die lucht is. Helemaal oranje-roze. Oh, nog niet weg uit New York. Het is hier te geweldig. Het is toch niet normaal? Het was super gezellig op het dak. We hebben daar nog even gezeten tot het donker werd. En ik heb nu even het laatste make-upje opgedaan. Ik pak nu de metro naar Brooklyn, want dan ga ik daar bij Café Colette met Steven zitten. En Café Colette is echt mijn lievelings. Ik heb ook vorig jaar mijn verjaardag gevierd. Zo leuk en daar kan je buiten zitten. Want het is nu vet warm. Het is zo chill. Nou, kijk eens met wie ik ben. Het is Steven. Hoe was je werkdagje? Oh mijn god, zo lang. Ja? Ja, want wij verhuizen dus van kantoren. Oh ja. En vandaag moesten we alles inpakken en alles. En echt na 20 minuten had ik al zoiets van, dit kan ik niet. Maar hoe bedoel je, je kan toch wel inpakken? Nee, maar ik ben er niet voor gemaakt. Nee, iemand moet dat voor jou doen. Ja, dus mijn eigen bureau, prima. Maar daarna ben ik gewoon gaan zitten, zo van ja, ik ben dood op. Maar niemand werkt dan toch eigenlijk? Of? Nee, maar ja, dit begon rond 4 of zo. Dus dat viel allemaal mee. Okay. Ja. Maar het was vandaag ziek mooi weer. Oh. Dat heb jij dus allemaal gemist. Nee, ik ben wel even naar buiten gegaan rond 12.
uurtje. Gewoon lekker in de zon. Wauw. Love it. Nou, we gaan nu even wat wijntjes bestellen en even bijkletsen. Ja. En mijn laatste dagen in New York vieren. Oh, nee, dat vind ik dus om te huilen. Ja, om te huilen. Hoe lekker is dit? Nou, ik heb hier zoveel zin in. Bitch. Bon appetit, bitch. Het eten is op en we zijn heerlijk aan het praten. Waar het op neerkomt is gewoon dat mensen moeten meer risico's nemen. Ik denk dat wij dat beide heel goed begrijpen. Dat zeg maar, wij gaan liever dood dat we denken van wow, we hebben alles geprobeerd. Dan dat je zegt, had ik dat maar gedaan. Ja, precies. En kijk, ook al, we komen allemaal uit Nederland. Het is gewoon een topplek om vandaan te komen. Want het is echt zo'n goede plek om op terug te vallen. Ja. Dus ga je dromen achterna en doe het gewoon. Want als het niet oké is, dan vlieg je gewoon weer ja. terug. En dan ben je weer thuis en dan heb je de zorgverzekering en alles. Maar dat heb ik ook altijd gedacht. Van Nederland is zo'n ja. goede plek om op te groeien. Ja. En zo'n goede basis. En daar kan je altijd naar terug. Dus waarom gooi je jezelf niet in het diepe? Vertrek je naar het buitenland en bouw je daar gewoon wat nieuws op? En als het allemaal mislukt in New York of in LA of in Madrid of wherever, nou, dan neem je gewoon een ticket naar Nederland en dan ben je gewoon fine. En trouwens, laten we niet mislukken zeggen. Want ik ben nu ook net terug uit LA en Tokio en daar had ik ook andere plannen. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, is dat mislukt? Nee, want het is alsnog een ervaring. Ja. And I loved it. En zijn mijn dromen daar waargemaakt? Ja. Nee. Maar alsnog was het een droom en het was een geweldige droom. So I love it. Nee, ja, nee, maar precies. Steven dacht gewoon, oh, ik wil gewoon naar Japan en ik wil daar het gewoon gaan maken. En toen was hij in Japan, dacht hij, misschien is nu niet helemaal de tijd. En hij ging toen naar LA. Ja, dat soort dingen gebeuren dus. Er komen gewoon weer andere dingen op je pad. Maar dan in ieder geval kun je zeggen van, hey, ik heb het gedaan. Ik weet dat ik toen dacht, maar als ik hier was gebleven, dan zou ik nu alsnog denken, oh mijn god, ik moet in Japan zijn. Ja, oh mijn god. Wat als? En nu kan je inderdaad doodgaan, gewoon met het idee, ik heb geen spijt van dingen die ik niet heb gedaan. Yes. Ik heb gewoon, zoals je kan zien, 50 foto's voor één shot. Wat is het probleem? Nou, dat ik gewoon moet kiezen uit fucking 70 foto's. Wat? Nee, even serieus, wat? Wat? Eén moet kiezen? Nee, er is een nieuwe feature op Instagram. Wat dan? Dat je een slide show wat? Kan uploaden. Ja, god, ik weet nog niet of ik... Post even wat en laat het zien. Doe even een raal. Hoezo wat niet? Even. Cosmopolitan, probably, right? Ja. Hier staat Cosmopolitan, hold your ovaries. Kijk, je ziet het hieronder heel duidelijk. Oh my god, ja. Yeah. Wat dik? Heb jij dat wel eens gedaan? Nee, nog niet. Het is letterlijk gisteren uitgekomen. Oh, oké. Okay. Nou, dan wil ik dat echt proberen. Ja, doe dat. Gewoon als je niet kan kiezen tussen 3 selfies, why not upload 3 ja, of them? Ja, is gewoon... Yes. Schat, ik ga je zo missen, want jij gaat nu weg. Ja, jij gaat nu weg. Hallo, zoals je kan zien lig ik in bed en ik ga zo lekker slapen. Ik ben echt kapot. Oh, ik moet echt naar bed gewoon. Maar wat wilde ik nou zeggen? Nou, eigenlijk vrij weinig. Ik heb niet zoveel meer te zeggen. Ik kan alleen maar denken aan slapen, slapen, slapen. Dus ik denk dat ik dat ook nu ga doen. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Een blauw duimpje. En te abonneren. En dan zie ik je morgen. Mwah.